We zijn in Zwalmen, op de Heidweg, net iets verder, Heidweg Veestraat. Dat is een perceel van 4 hectare. En daar gaan wij 3 hectare bos realiseren. Een groot deel is al gerealiseerd, dat kunnen jullie achter mij zien. En vandaag gaan we de laatste 1600 stuks aanplanten. Samen met de basisschoolkinderen van de Octopus. En leerlingen van het Ziet en Verder College die hun begeleiden. Die burnen, daar heb ik dus al iets gezien. Dat ik pakken, dat is een, en dan hebben we 1, 2, 3, 4, 7, 8 soorten. Wat gaan jullie doen? Bomen planten! Fijn dat jullie met zoveel mensen zijn gekomen. Hè? Dat jullie ons komen helpen bij het aanplanten van de boompjes. Weet je wel hoeveel boompjes jullie mogen aanplanten vandaag? Meer dan 2000. Bijna. 3000. De helft van 3000? 1500. Iets meer dan 1500 boompjes mogen jullie gaan planten vandaag. Ja, jullie mogen dadelijk gaan planten. Voordat we gaan planten gaan we een tijdscapsule begraven. Die hebben jullie al gemaakt en gevuld. Je wil wat vertellen wat erin zit. Ik ben wel benieuwd, wat hebben jullie opgeschreven? Laadjes met? Boodschappen. Zoals, wat staat erop? Carnaval is te kijken. Carnaval heb jij opgeschreven? Ja. En hoe ziet carnaval er later uit? Wat zou je willen? Dat het elke dag carnaval. Dat elke dag carnaval is. Iedere dag feest. In de capsule zitten allemaal verhalen van de kinderen wat ze graag in de toekomst willen meegeven. Zodat als ze hem ooit weer opgraven, als die boom gerooid wordt, dat de mensen uit de toekomst kunnen lezen wat ze nu allemaal meegemaakt hebben natuurlijk. Ik heb daar opgeschreven carnaval is te kijken omdat carnaval heel leuk vind. En ik hoop dat er meerdere dagen carnaval zijn. We vinden het ontzettend belangrijk namens de gemeente Roermond om vergroening toe te juichen en ook zelf actief in bezig te zijn. We kunnen hier dus gewoon meer dan 10.000 bomen en struiken toevoegen. Dat is belangrijk voor CO2, biodiversiteit en dat soort zaken. Ja, wie betaalt dat allemaal? Dat betalen we zelf. En dat is als goed huisvader van je gemeente moet je zorgen voor voldoende groen. Geeft ook een stukje kwaliteit waar de inwoners eigenlijk van kunnen genieten. Ja, het is altijd heel mooi als je kinderen kunt betrekken bij de aanplant. Zodat ze echt kennis maken met de natuur. En niet alleen doorheen te lopen, maar ook gewoon echt actief zelf bezig zijn. Zo'n positieve ervaring, zodat ze later ook een ambassadeur kunnen zijn voor een duurzaam Roermond.